Nou, hallo, ik ben Nadia Arsheni, raadslid voor D66 Rotterdam en genomineerd voor beste politicus van Rotterdam. Bij deze wil ik vlog 46 openen. Bert, het was ons niet het heerlijk avondje, maar het ochtendje wel, hè? Het ging weer over Sinterklaas. Ja, en Zwarte Piet natuurlijk. En Piet. Ja. Maar wel begrijpelijk, er is natuurlijk de afgelopen weken enorm veel weer over te doen geweest in Nederland. Ja. Niet in de laatste plaats naar aanleiding van het verschrikkelijke gebeuren in Den Bosch. Ja. Waar natuurlijk onze Rotterdamse vriend ontzettend racistisch werd bejegend. Ja, uitgescholden voor kanker Zwarte Piet. Katoenplukker, dat je denkt, hoe haal je het in je gore hoofd? Ja, het is echt schandalig. Dat dit gewoon in Nederland gebeurt. Dat inderdaad mensen dit soort dingen naar een ander toe smijten. Zonder dat ze zich ervoor lijken te schamen. Het is echt verbijsterend. Ja. De koppeling met het Zwarte Pietfeest is er, omdat natuurlijk een aantal van die racisten ook Zwarte Piet riepen, alleen al daarom. Ja. En we hebben als VVD en ik als wethouder en gelukkig met het hele college een standpunt dat je op het uiterlijk van Piet het echt aan de samenleving moet overlaten. Ja. En dan weet je dat die altijd verandert door de jaren heen, maar dan is het niet een partijdige staat die zoiets bepaalt, maar is het de samenleving zelf. Ja. Maar het dwingen, wat die kick-out Zwarte Piet doet, het afdwingen en met agressie en daarop intimiderend, ik denk dat bijna het tegengestelde op kan roepen. Precies. Minder schreeuwen, meer praten. Minder schreeuwen, meer praten. Dus het is evident dat Zwarte Piet wordt misbruikt in de context natuurlijk van deze verhitte maatschappelijke discussie om je racistisch te uiten. Maar dat betekent niet dat Zwarte Piet aan zich racistisch is. Het is evident dat een deel van de samenleving het zo ervaart, maar het is net zo evident dat een heel groot deel, waarvan ook de meerderheid van bijvoorbeeld de Antilliaanse en Surinaamse gemeenschap in Nederland, dat niet zo ziet. En ik denk dat we dat ook moeten meenemen en dat we in alle volwassenheid en alle rust daar dan vervolgens over moeten praten. En niet elkaar toeschreeuwen, intimideren. Nou, kom, we gaan pepernoten eten. Gaan we doen. Een heleboel. Hoi.